Hallo allemaal, ik ben Louis van Beek. Ik ben acteur, theatermaker, schrijver en daarnaast lees ik ook veel luisterboeken voor. Toen de coronacrisis uitbrak, besloot ik om elke dag een stukje voor te lezen op mijn Facebookpagina. En naar aanleiding daarvan kwam het Wilming Theater met de vraag, kom doe dat ook eens voor ons. Dus dat heb ik gedaan. Mijn oog is gevallen op Fabels van La Fontaine. Ik lees er 60 voor jullie voor, niet allemaal tegelijk, maar stuk voor stuk... Fabels die honderden jaren geleden geschreven zijn, maar nog steeds brandend actueel blijken. Ik heb er veel plezier aan beleefd en ik hoop jullie ook. De fabels van La Fontaine verschenen voor het eerst in 1668, het laatste en twaalfde deel in 1694, een jaar voor zijn dood. Hoewel al meer dan drie eeuwen oud, zijn ze in wezen nog veel ouder, want voor een groot deel ontleend aan de fabeldichter der oudheid Aesopus. Die als afgezant van Kreuzes van Lidië door de priesters van Delphi vanwege zijn scherpe tong omstreeks 550 voor Christus werd vermoord. Maar La Fontaine heeft de fabels een geheel nieuw leven geschonken door zijn briljante woordkeuze, die tot in onze dagen niets aan waarde heeft ingeboet. La Fontaine werd op 8 juli 1621 geboren te Château Thierry als zoon van een houtvester. Zijn ouders moeten vrij bemiddeld zijn geweest. Want La Fontaine studeerde enige jaren rechten zonder daarvoor ook maar de geringste belangstelling te hebben. Hij keerde dan ook al gauw weer naar zijn geboortestreek terug, waar hij enige jaren een leven van plezier leidde. Hoewel hij in feite met toezicht op jacht en visserij in een bepaald domein was belast. Hij huwde op 27-jarige leeftijd, maar had ook voor vrouw en kind niet veel ambitie. Want al gauw ging hij naar Parijs, waar de minister van Financiën van Lodewijk XIV, Nicolas Fouquet, hem een vast jaargeld toekende met de opdracht het hem in poëtische munt, dus in de vorm van gedichten, terug te betalen. Hij verkeerde daar met de hertogin douairière van Orléans en madame de la Sablière en vele andere in die dagen illustere persoonlijkheden. Maar waarschijnlijk doordat Nicolas Fouquet bij de Zonnekoning in ongenade viel en La Fontaine in een proces als getuige à décharge moest verschijnen, kwam hij niet aan het Hof. Vanaf het eerste boek in 1668 tot aan het laatste in 1694 vonden de fabels een goed onthaal bij het publiek. Dit komt waarschijnlijk omdat de dieren optreden met menselijke eigenschappen, waardoor de mens zichzelf in het dier herkent. De dieren komen nu eens plomp verloren, dan weer langs diepzinnige overwegingen tot hun handelingen. De ene keer schalks, dan weer onbarmhartig. De gravures en de vignetten zijn van Gustave Doré, die op 6 januari 1832 te Straatsburg werd geboren en wereldfaam verwierf met zijn tekeningen. Hij illustreerde onder andere de Bijbel, Don Quichot, Baron van Münchhausen en vele andere beroemde boeken, in totaal wel ongeveer 90. Doré overleed in 1883 te Parijs. En voor mij persoonlijk zijn die fabels ook best bijzonder, omdat op de toneelschool in 1990 ik voor het allereerst met tekst mocht werken met deze fabels. Dus dat is wel bijzonder. De krekel en de mier. De hele zomer zong de krekel zijn lied. Voor voedsel zorgen deed hij niet. Toen met de herfst ook de koude kwam en hij eens polshoogte nam of er tussen struik en brem voedsel te vinden was voor hem was hij in hoge mate ontsteld dat er op het hele veld niets eetbaars te vinden was. Hongerig richtte hij toen zijn pas naar buurvrouw Mier. Hij vroeg haar voedsel te leen tot het volgend jaar. Rente zal ik erbij betalen, beloofde hij zonder te dralen. Maar juffrouw Mier had aan lenen een hekel, en vroeg daarom aan de krekel: Wat heb je dan in de zomer gedaan, dat je nu om te lenen moet gaan? De hele zomer heb ik gezongen. Ga dan maar dansen, mijn jongen. De stadsrat en de veldrat. Een dikke, vette stadsrat, die goed in zijn proviant zat wilde zijn vriend veldrat vuiven op een groot bord vogelkluiven. Op een kleurig kleed stond een schotel vol gereed, zodat ze volop smullen konden, wat ze echt plezierig vonden. Lustig knabbelend, haast snuit aan snuit, klonk plots een onheilspellend geluid. De ratten, steeds op gevaar beducht, gingen samen op de vlucht. Toen het weer stil werd, bleek al ras dat voor hun angst geen reden was. Stadsrat vroeg zijn vriend spontaan: Zullen we verder smullen gaan? Voor vandaag genoeg, liet Veldrat weten. Mocht je morgen bij mij willen eten, dan is het niet zo overvloedig als hier, maar wel ongestoord en dus met meer plezier. De zwaluw en de kleine vogels. Wie veel gereisd heeft, kan veel verhalen en daarmee spot of roem behalen, als hij tenminste onthouden heeft wat hij op zijn reizen heeft beleefd. Er was eens een zwaluw die aan wolken en zon zien kon welk weer men verwachten kon. Menige schipper die naar zee wilde gaan, kondigde hij storm en noodweer aan. Van diezelfde zwaluw wordt verteld. Dat hij de kleine vogels op het veld waarschuwde voor gevaren, die altijd en overal loeren, wijd en zijt. Zie je die boer, die alsmaar door hennepzaad uitstrooit, in voor naar voor? Van hennep maakt hij netten en strikken om vogels te vangen of in te verstikken. Pik daarom het zaad op, nu het nog kan. Maar de vogeltjes hadden er maling aan. Die wilden van hennepzaad niets weten. Ze zochten en vonden veel lekkerder eten. Toen het hennepveld helemaal groen was gekleurd, zei de zwaluw... wat ik voorspeld heb gebeurd als je niet flux al die plantjes uitroeit... zodat er geen stengel hennep meer groeit. Wel, ongeluksprofeet, was het spottend bescheid. Met duizend van ons duurt het nog een eeuwigheid om dat hele veld weer kaal te vreten. We zullen daarom wel beter weten... De hennep groeide en stond er prachtig voor. Voor het laatst sprak de zwaluw tot het vogelkoor. Je hebt mijn raad in de wind geslagen. Het is nu tijd om je verstandig te gedragen. Zodra dus de boer zijn koren brengt in de schuur, verdwijn dan naar een boom of een muur. Want dan krijgt hij tijd om netten en strikken te zetten om je te vangen of te verstikken. Want je kunt niet als ik over zeeën en woestijnen heen vluchten om te ontkomen aan de boer en de zijnen. Maar ook nu geloofden ze zijn woorden niet, zodat menige vogel het leven liet. Als een zwaluw of profeet geeft goede raad, wordt pas geluisterd, als is te laat. De twee muilezels. Twee muilezels gingen samen hun weg door het veld. De ene droeg haver, de andere belastinggeld. De laatste stapte zo trots en rinkelde zijn bellen alsof hij het iedereen wilde vertellen. Toen dan ook een troep rovers aanviel met geweld, was het niet om de haver, maar wel om het geld. Het parmantige dier werd met knuppels geveld. Zijn laatste uur was weldra geteld. Nog omziende naar zijn makker die was ontkomen, mompelde hij nog Heel anders dan in mijn dromen, mijn nederige makker Slechts een molenaarsknecht blijft ongedeerd en ik sterf in het gevecht Het is heel erg voor jou, sprak het molenaarsdier Trots liep je rond met uitbundig plezier Maar hoge posities brengen nog geen geluk in het leven Met een last haver was je hiervoor gespaard gebleven de wolf en het lam. Deze fabel heeft tot moraal: de sterkste spreekt zijn eigen taal. Het onschuldig lam dronk van het koele water uit een beek, waar langs even later een boze wolf kwam aangelopen, als altijd op zoek naar een lekker hapje voor het ontbijt. Hij zag het lam en maakte zijn plan. Dit is mijn drinkplaats, daar weet je van. Hoe durf je dan het water troebel maken? Het lam begon helemaal van streek te raken en zei... Majesteit, met alle respect gezegd, uw boosheid op mij is toch niet terecht, want wel twintig meter stroom afwaarts was het dat ik heb gedronken, zodat het met uw welnemen niet kan dat uw drinkplaats troebel werd daarvan. Toch heb je het gedaan, dat is voor mij wel klaar, en wat deed je verleden jaar? Slechte dingen heb je over mij verteld bij je kornuiten op het veld. Hoe kan dat nou? Ik was toen nog niet geboren. Dan is het je broer geweest. Kom eens naar voren. Maar ik heb niet eens een broer, majesteit. Dan een ander lid van jouw geslacht, zoals altijd. Altijd is er wat op mij aan te merken. Eerlijk gezegd, je honden en herders zijn allemaal slecht. Maar jij zult het direct ondervinden. Uit wraak zal ik je daarom verslinden. Hij sleepte het arme dier zonder respect naar het donkere bos voor zijn ontbijt.